Brunswijk 3 jaar geschorst, alleen als voetballer. Betrokkenheid, bevolking, regenwateropvang Rode Kruis. En parkeerdisciplines ver te zoeken in Paramaribo. COVID-19, 1128 mensen positief getest. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 28 september 2021. Ronnie Brunswijk, voor 3 jaar uitgesloten van deelname aan de CONCACAF-competities. De voetbal- en managementcapaciteiten van vicepresident Ronnie Brunswijk na zijn optreden in de CONCACAF League zijn onderwerp van discussie en roept tal van vragen op. Mag een voorzitter van een club zomaar meespelen? Is er geen controle voor wie er meespeelt? Stond de heer Brunswijk op het wedstrijdformulier? Eigenlijk zijn alle proceduren en regels geschonden en daarmee wordt weinig respect getoond voor de bestaande regelgeving. Het uitdelen van geld roept natuurlijk ook vragen op. De tuchtcommissie van de CONCACAF heeft de beelden van de wedstrijd beoordeeld en na de schriftelijke verklaringen van de clubs heeft de commissie vastgesteld dat er na de wedstrijd ernstige schendingen van de integriteitsregels hebben plaatsgevonden. Als gevolg van het schenden van de regels zijn Inter Mungo Tapu en CD Olympia beide met onmiddellijke ingang gedisqualificeerd en verwijderd uit de CONCACAF League van dit jaar. Daarnaast heeft de commissie geoordeeld dat de heer Ronnie Brunswijk voor 3 jaar is uitgesloten van deelname in welke hoedanigheid dan ook aan de competities. CONCACAF blijft deze zaak en andere betrokken personen onderzoeken en behoudt zich ook het recht voor om verder bewijsmateriaal door te verwijzen naar de disciplinaire commissies. Over de voetbalkwaliteiten van Brunswijk zijn geen mededelingen gedaan. Wel maakt hij geen afgetrainde indruk. Bestuurlijk mogen vraagtekens gezet worden bij het handelen van de vicepresident. Het is een heksentoer omwille van de zelfredzaamheid. In het dorp Johanna Margaretha in het district Kommerwijnen heeft de Community Disaster Response Team van Surinaamse Rode Kruis voorbereidingen om een microproject regenwateropvang uit te voeren. De veerkracht van de bevolking opbouwen is het doel van het project dat op 7 plaatsen in Suriname wordt uitgevoerd. Om de activiteiten aan het rollen te krijgen worden heksentoeren uitgehaald door de vrijwilligers, zoals te zien is op de beelden. En soms zeggen beelden voldoende. Mensen parkeren kriskras hun vervoermiddel zonder rekening te houden met anderen. Voetgangers, vooral bejaarden, ondervinden veel last van het ondoordachte optreden. De trottoirs, parkeerplaatsen, zijn bezaaid met hindernissen die enorme belemmeringen zijn voor het lopen of rijden. De verkeersveiligheid is in het gedrang. Daar komt ook nog bij dat het een trend is om voor de deur op straat als verfraaiing grind te plaatsen. De steentjes spoelen in de riolering en zorgen voor verstoppingen, waardoor de omgeving bij het minste regenval al last heeft van wateroverlast. De boosdoeners wijzen een beschuldigende vinger naar de regering, die wordt verweten een slampamperbeleid te voeren. De bevolking zoekt de fout overal, behalve bij zichzelf. Hier ligt ook een taak voor het stadsbestuur. Het vermogen van burgers en ingezetenen van Suriname tot een beter land te maken is vrijwel nihil. Verbetering van de situatie vraagt om een actieve betrokkenheid van de inwoners en van het stadsbestuur. Tot slot een COVID-update. Het aantal sterfgevallen blijft maar toenemen. De huidige situatie volgens het ministerie was gisteren dat er 1128 mensen positief zijn getest. 10 personen zijn overleden. Er liggen 113 mensen in het ziekenhuis, waarvan op dit moment 19 mensen op de intensive care. Sinds de uitbraak zijn er nu 861 mensen overleden. Wij blijven u adviseren. Houd u aan de maatregelen. Tot zover Regio Nieuws TV Suriname, in samenwerking met Dagblad Suriname. Meer uitgebreide informatie kunt u nalezen op www.dbsuriname.com. Ik dank u voor uw aandacht en blij, gezond.